Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Vandaag voor dit kanaal wel een bekende. Alleen dit keer in de starter set doos. Weer een ICE3. Met wat losse onderdelen erbij. En die heeft dus een klein probleempje met zijn aandrijving. Als het goed is kan dit eruit. Dit is wat hanteerbaarder. Deze ICE is verder, als het goed is, helemaal in orde. Beetje stoffig, dat wel. Het probleem zit hem in de motorwagen. Ziet er ook goed uit dit. Zo. Beetje smoetsig, ik moet even een keertje goed de schopbeurt krijgen, zou ik haast willen zeggen. En de motorwagen met ontbrekende wielen. Opnieuw hoop ik dat deze compleet is. Zeker weten doe ik dat niet. Wel weet ik dat deze eenvoudig open te maken is. Deze schroef. En de schroef hier. Voilà, de kapper. Gaat ook opzij. Er zit een decoder in. Heel fijn. En nu is het even zoeken hoe ik precies deze kan gaan herstellen. Deze wielen hebben geen stroompick-up. Dat doet bij de ICE van Pico de kop en kontwagen, zou ik willen zeggen. Dus die door deze stroomvoerende koppeling gaat de hele voedingsspanning ook. Kijk, hier zit nog wat haar aan. Eigenlijk zou ik die goed schoon moeten maken. En ik heb het idee dat deze kant gaat de motor in, dat geloof ik wel. Maar deze schroefdraad zal toch hierop moeten komen? Of eigenlijk hieronder zelfs. Alsof die verkeerd om zit. Dus even kijken hoe dat hier zit. Ah nee, kijk, hij hoort er zo in. Ja, en dan wordt deze erop. Dus. Eerst deze erin. Op een manier dat hij ook goed blijft liggen. Zo. Dat betekent wel dat de hele aandrijving met twee kleine tandwieltjes en wormschroef gedaan wordt. En als ik dan dus bedenk dat ik hem met 9 of 8 wagons, 7 wagons, 1 motorwagen rijd, dat is misschien toch wat zwaar voor dat ding. Kijken of dat hier een eenvoudige mechanisme zit. Hoppa, dat is hem eruit. Ik zou zeggen dat dit gewoon in elkaar kan klikken. Kan die er
het weg. En nu eens even zien. Deze pin moet hier ergens gaan landen. Ik denk dat het daarvoor handig is als ik de motorblok hier los ga halen. Dit is een operatie die ik bij mijn andere ICE nog niet gedaan heb. Dus het is een beetje kijken wat er allemaal tevoorschijn gaat komen. Zo. Mooi. Dit is de motor. Niet een hele zware motor. Wel twee mooie vliegwielen erop. Deze ga ik terugzetten. En dan hebben we deze. Die gaat in mijn draaistel. Maakt het nog uit welke kant? Denk het niet. Deze gaat hierin, zo. Zo. Deze motor heeft wat speling op de bedrading, dat is mooi. Zo. Zo valt de motor op, precies op zijn plek. De schacht zit verbonden aan de wielen. Als ik dan deze later weer rustig bovenop even zo doe. Dan is als het goed is het probleem nu al grotendeels verholpen. Als ik hier aan draai. Dan zou de andere kant ook moeten draaien. Zo. Ja. Mooi, ik zie hem draaien. Misschien jullie ook. Dit blok op zijn plek. Dat was het eigenlijk. Nu is het de kwestie van vastzetten. Zo heb ik ze graag. Waar ik nu nog het meest benieuwd naar ben is, zou ik deze hele motorbehuizing, die nu in de restauratiewagen zit, zou ik die ook in een andere wagon kunnen zetten. Het is een idee waar ik mee in mijn hoofd speel. De bistro heeft natuurlijk hier het grote witte vlak, zodat je lekker niks ziet en het goed verborgen is. Maar op zich als de kap gelijk is, zoals deze, heeft ook aan de onderkant al deze openingen. Zou dat betekenen dat je waarschijnlijk, als je wil gaan rijden met heel veel wagons, zoals ik doe, zou het toch wel mogelijk moeten zijn om eigenlijk gewoon te zeggen, wissel even de kap en zet het motordeel hierin. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Goed, de banken zullen niet kloppen, maar zou het passen? Past helemaal, geen probleem. Binnenwerk klopt nu niet helemaal, maar zo is het wel mogelijk om met twee motoren te gaan rijden. Twee motorwagens in één lange ICE. En dat is misschien toch wel eens iets om te gaan overwegen. Niet vandaag. Vandaag gaat deze gewoon weer dicht. Zoals hij al zat. Maar het is mooi om te zien dat deze kappen eigenlijk onderling uitwisselbaar zijn. Als je ze er goed op zet en niet verkeerd om.
Hoppakee. Ja, het is een interessant idee. Twee motorwagens in één set. Ik heb dat gedaan met mijn Tallies. Ik heb dat gedaan met mijn TGV. En ja, misschien hier ook. Ik zal dan wel de decoder gaan wisselen. Zodat die overeenkomt met de decoder in de andere. Want dit is nu een, waarschijnlijk een Pico decoder die er al in zat vanaf de fabriek. En ik heb er een ESU in mijn andere zitten. En om die dan te gaan speedmatchen en de curve precies goed te krijgen, is denk ik een uitdaging groter dan dat ik wil. Hop, ik ga eens kijken of die doet. Je hebt hem net zien rijden. Wat valt er nog meer over te zeggen? Er zit een Ulenbrock decoder in. En ik kan die niet anders omschrijven als verschrikkelijk. Deze hele lok, dit is feitelijk de motorwagen, is zo warm waar de decoder zit. Het lijkt erop dat die, ja, er zit duidelijk geen back EMF op. Dus op het moment dat ik hem hier de helling af laat rijden, raast hij er vandoor, moet ik hem afremmen. Rijdt hij naar boven, moet ik gas bijgeven. Anders dan haalt hij het niet. Maar het blijft een mooie set. Met een betere decoder zal dit een stuk beter gaan. Nu dat hij helemaal in elkaar zit, ik denk niet dat ik hem ga houden. Ik heb namelijk al een hele mooie. Mijn plan om hier een dummy van te maken en twee motoreenheden op te zetten, laat ik ook nog eventjes met rust. Dus waarschijnlijk gaat deze weg. Even kijken hoe en wat en waar en wanneer. Ik ga zeker nog eventjes de mijne erbij pakken en kijken of ik niet iets gemist heb dat hier iets beter aan is dan dat ik nu heb. Ga ik gewoon gemakje doen. Dus tot zover. Bedankt voor het kijken. En hopelijk heb je er iets van geleerd. Tot de volgende keer.